Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een hele speciale, maar een superleuke video voor jullie. Tenminste, ik vind hem heel leuk. Ik heb iets heel leuks voor jullie bedacht. En daar gaan we nu gauw mee aan de slag. Dus heb je zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Van bloemschik video's, van DIY's, tot shoplogs. Maar ook een kijkje van hoe ik dit allemaal doe. Dus mocht je dat leuk vinden, abonneer eventjes gratis op dit kanaal. En dan gaan we nu gauw beginnen. Zoals ik al zei, heb ik vandaag iets helemaal wat anders. Ik heb namelijk een speciale shopblog voor jullie. Een mystery shopblog. Wat wil dat zeggen? Je kan nu een box bij mij bestellen. Dat is dan nog een beetje een verrassing wat er allemaal in zit. Maar ik laat alvast 3 boxen aan jullie zien. Dan weet je een beetje wat je kan verwachten. Maar elke box is dus anders. Deze 3 komen ook op naam in onze webshop. Maar je kan ook een mystery box bestellen. Wat houdt het in? Jij krijgt een box thuis gestuurd. Dus een doos vol met allerlei leuke bloemschik artikelen. Van decoratie tot ondergronden en echt van alles. Wat ik straks al kan laten zien, heb je een beetje idee wat erin kan zitten. En dan komt die verrassingsbox jouw kant op. Het leuke ervan is dat deze boxen allemaal voor 20 euro per stuk te bestellen zijn. En de prijzen en de waarde van de boxen gaan soms echt wel boven de... Ja, het is echt sowieso meer dan het dubbele. Maar er zit echt voor heel veel waarde in. Ik denk sommige wel echt richting de 100 euro. Dus eventjes een leuke aanbieding. Het zijn allemaal een beetje restanten. Maar er zitten wel echt hele mooie dingen in. En mooie frames en dat soort dingen. Dus ik denk, laat ik alvast deze 3 aan jullie zien. En laten we beginnen met uitpakken. De boxen zijn dus allemaal gevuld met allerlei verschillende materialen. Dus er zit overal wat anders in. Geen één box is hetzelfde. Maar ze zijn wel allemaal heel erg leuk. Ik beloof jullie dat ik hem tot aan de nok ga vullen. Dus ik haal vast eventjes de eerste box erbij. Nou, zoals je ziet is dit een mooie doos. En dit is dus 1 doos. Ik wil nog eventjes bijzeggen, ze kunnen eigenlijk allemaal verschillen. Er kunnen wel wat gelijkwaardige producten in zitten. Maar allereerst zit hier het mooie kersthertje in. Dit is over van de kerst. Maar echt dat hele mooie industriële frame waar we heel veel stukjes op hebben gemaakt. Dus leuk om het voor dan te laten liggen. Dan een vilt. Deze leuke voorjaarshangers om op te hangen. Konijntjes. En dit is een vlinder. Dit is heel leuk om een nestje mee te maken met paarsen. Dan zit er nog wat bloemschik, hout en decoratie in. Hier zit ook een mooi hart in. Zit nog helemaal in plastic. Die je mooi kan bekleden. Ook heel leuk straks voor moederdag trouwens. Dan zitten hier nog glaasjes in. Even eentje uit het papier. Dit soort glaasjes. Wat ook heel leuk is om bloemetjes in te doen en bloemstukjes te verwerken. Er zitten er meerdere van in. Decoratie die je kan gebruiken met het bloemschikken. Ik hoop dat ik het scherp genoeg ben. Het is al wat donker. Hier zit van kaneelstokjes om de decoratie te gebruiken. Hele mooie houtschijfjes. Jongens, kijk hoe mooi deze zijn. Kijk, hele mooie houtschijfjes. Ook echt heel leuk om bijvoorbeeld als je een ei maakt. Zo, de camera viel even uit. Maar we zijn er weer. Hier zitten ook 2 slingers in. Een lange slinger en een kortere slinger. En dit is ook heel leuk om bijvoorbeeld kwattoeitjes tussen te doen. Dan zit er nog een houtschijf van natuurlijke materiaal. Die heb ik ook in deze. En er viel al wat uit. Er zit er wat van deze in, meer voor de herfst. Maar wel echt super leuk. Dan deze. En deze zijn normaal eigenlijk al echt wel heel prijzig. Er zit dus een heel zakje van in. Deze leuke houtjes. In stervorm. En er zit nog een voorjaarshanger in. Is ook echt heel tof. Ja,
En dat was wel een beetje hoe deze, daar zitten nog wat losse dingetjes in. Dus dat is bijvoorbeeld deze box, die is dan ook 20 euro. Nou, je ziet dat er echt heel veel mooie producten in zitten. Ga ik door naar de volgende box. Ze zijn dus allemaal verschillend. Dan gaan we door naar de volgende box. En deze is ook zeker heel erg tof. Een iets grotere doos, er zitten wat meer grotere dingen in. Een zakje met bloemschikblaadjes. Een mandje, ook heel leuk om een stukje in te maken. Een krans. Dat is wel goeie trouwens. Kokosnoten. Nog een mandje. Dan zitten er nog Tempex bollen in. Van dit ja, leerachtige materiaal met bloemschikken. Groene dennenappels. Ook een mooie slinger en houtjes. Daar heb ik net ook al wat van laten zien. Salin, ik weet niet of ik het net had laten zien. En het frame, daar had ik er nog eentje voor over. En die was heel erg gewild met de kerst. Dus wees er snel bij als je die nog graag voor de kerst wil ontvangen. Nou, ik heb hem al zoveel in de box. Ik ga hem er toch even uithalen. Dat is deze. Dus wil je hem hebben, bestel dan deze box. Dit is box nummer 2. Dan zit er ook nog een slinger in. Of houtjes in. En wat decoratie. Dus zoals je kan zien is deze box ook heel mooi en goed gevuld. Gaan we door naar de derde box. Dan heb ik jullie wel een beetje een idee gegeven wat er allemaal in kan zitten. Ik wil nog even extra bij benoemen dat elke box anders is. En ja, dat het leuk is van dit. Maar goed, daar betaal je natuurlijk ook zo weinig. Het is echt een cadeautje dan als je het uitpakt. En hier zit ook van die blaadjes in. Een kokosschuif. Ook het hertje. Hier zitten ook hele leuke ondergronden in. En het is echt een hele mooie kwaliteit. Deze leuke bakjes. Waar zelfs al plastic in zit. Dus leuk om een bloemstukje in te maken. Ja, ik heb deze box echt ook al heel vol gezet. Er zit nog een leuk mandje in. En dit is ook echt leuk voor een paar stukje. Salim. En ook leuk om nestjes mee te maken. Een leuk mandje. Nestjes waar je een boeketje in kan maken. Het zijn er zelfs 2. Een hangtouw. Vilt. Of ja, leer. Het is geen vilt, het is een soort leerachtig materiaal. Waar je, wat je bijvoorbeeld om taartjes heen kan doen als je een leuk bloemstukje maakt. Een klein wienblaadje. Ook zo'n vogel hangen. Nou, decoratie. Steentjes. Mooie degelijke lange slinger in. Ik hoop dat ik nog een beetje scherp ben voor jullie. Dus deze. Dan zitten er meerdere van dit soort bakjes in. En daar had je net die vierkante van, die kleinere. En die zitten in verschillende maatjes hierbij in. En er zit ook al plastic in, dus heel leuk om een bloemstukje in te maken. Dus dat is dan box 3. En dan heb ik jullie wel denk ik een beetje een idee gegeven wat zo'n box is. Wat het inhoudt, wat erin zit. Het is dus echt puur een verrassing wat je krijgt. Deze 3 komen ook te koop. Dus denk ik, want ik wil echt één van deze 3. Dan kan je dat bestellen. Het is gewoon nummer 1, 2, 3. Ik zet het eventjes onder de speciale aanbiedingen. Dan weet je dat je daar kan bestellen. En denk jij, ik durf het aan om een special box te ontvangen, een surprise box. Bestel dan in. Ik zal zorgen dat hij goed gevuld is. De box kan niet retour. Dus als je hem hebt ontvangen, omdat de prijs zo enorm laag is, kan die niet retour. Dus het is een verrassing, een gok. Maar ik weet zeker dat jullie er heel blij mee zullen zijn. En ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie er dan van maken. Maar ook hoe enthousiast jullie dan zijn als jullie hem uitpakken. Dus laat me dat dan vooral weten. Ik ga hem in ieder geval met heel veel enthousiasme ga ik de boxen inpakken. En ik hoop dat jullie daar net zoveel plezier van hebben als ik. Echt een cadeautje om dan weer uit te pakken. Ik hoop dat jullie dit weer leuk vonden. Het is een keer een andere video als anders. Aankomende zaterdag zien jullie mij weer met een DIY denk ik. En anders een vlog.
En dan hoop ik dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal. Dan mis je niks van alle leuke acties, video's en alles wat ik maak. Er komen misschien meer video's online. Laat me weten hieronder als je het leuk zou vinden. Als er dan één extra in de week online komt. En wat je dan graag zou willen zien op dit kanaal. En dan vergeet ik het haast te vertellen. Maar bestellen kan via www.ulnabloemist.nl. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!